Goedenavond, Jacques. U hebt wel iets heel speciaals met Nienhoven, hè? Ja, Nienhoven, ja. Ik heb hier de Oizaken ook veel opgenomen, de Kwikkies, vanaf 1989. Ik heb hier mijn tweede zaalshow opgenomen met Luc Verschuren. De gele. Ik had een rode en een gele. De rode was in Waregem en de gele in Nienhoven. En voor de rest hebben wij hier altijd veel volk. En goede ambiance. En van waar zit jij daar? Van hier. Wat? Van Reet. Van Reet. Is het waar? Ja, maar je moet dat bestaan, hè. Dan moet ik er even te babbelen. Dat is precies in zo'n assisezaak. Zo'n terreurverdachte. Zo achter het glas, hè. Dat is zo, hè. En u bent van Reet? Wat voor een publiek in mijn zin binnengespijten, zeker. Het was een groepskorting, zeker. Wat is dat, joh? Ja! Ik ben zo net te lachen. Ik zei, oké, ja. En stoppen met een korte stok in mijn gezicht. Zit dat klaar, kamer allemaal. Opgelet, ja. Tot gaan, ja. Tot gaan, ja. Het is niet waar, hè. Zeg. Wat doe, 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 doe. Die infrastructuur! Nee, joh, dat is niet goed, we moeten wel volgen, hè. Het is die infrastructuur, het is die infrastructuur. Ik denk dat je dat zomaar zei, zeker. Dat wordt nog eens opgestudeerd, hè. Opgelet, ja. Infrastructuur, ja. Nu wordt het op geen zak. Nee, ik kan stoppen. Ik kan stoppen. Ik ga wel subsidies. Ik ben van Londerzeel. Van Londerzeel en jij, mevrouw? Van Hestel. Naar Nienhoven komen om naar de zaak komen te zien. Absoluut. Moet kunnen. Valt het mee? Ah, ja, zalig. Goed gelachen, echt waar. Dat zei jij die daarboven dat zeker? Ja. Op die kruisweg. Ja. Ik heb het meteen door. Ja. Als ik het woordje gestel hoor, hè. Dat is het deze hier. Het is wel de moeite eigenlijk. Het is heel de moeite, echt. Het is mooi. Is het de eerste keer dat je Jacques bezig ziet eigenlijk? Voor mij is het de eerste keer, ja. En voor u, mevrouw? Nee, het is niet de eerste keer. Meerdere malen gezien. En dan komt het zo'n grote fan of iets speciaals mee hem? Gewoon, het is een superzalige man. En ja, ik zie hem graag bezig. Wie woont die Wizzy, 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 get the pipa dat je zei. Klats, klats, poekie, 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 zakken hoog. Woekie, zikkie, zikkie, broer, wat je daar. Ja, opgelet, ja. Brandt in. Prachtig. 2000 mensen die komen kijken in een kleinere stad. Moesten dat procentueel uitrekenen voor Antwerpen, dan zijn we goed bezig. Als je ziet dat Nienhoven, ik denk 20.000, 30.000 inwoners heeft, als je ziet dat 2000 mensen komen kijken, ja, dan willen we wel overal. Nee, Nienhoven is exceptioneel. Als ik maar wil zeggen, een entraîneur, dat is een trainer van een voetbalploeg. Maar als ze zeggen het is een entraîneuse, dan zeggen ze het is een hoeva, alsjeblieft, een man achter het raam. Is een ruitenwasser. Als ze zeggen een vrouw achter het raam is een hoer. Een man die een escort doet, is een veiligheidsagent. Maar als ze zeggen een vrouw die een escort doet, dan zeggen ze het is een hoer. Een publieke man. Is een bekende man, maar een publieke vrouw is een hoer, voilà, we zijn er. Een man die met zijn poes speelt, is een dierenvriend. Maar een vrouw die met haar poes speelt, is een hoer, voilà, we zijn er. Een man die door de knieën gaat, is een zwakkeling. Maar een vrouw die door de knieën gaat, is een hoer. Een man. Die van wanten weet, is een verstandige man. Ja. Maar een vrouw die van wanten heet, is...
Zondagavond, van waar zijn jullie mevrouw? Herersbergen. Herersbergen? Houmaren. Ja. En naar Nienhoven komen om? Zaak Vermeijeren. Is het de eerste keer dat u hem bezig ziet? Nee, ik heb hem in Herersbergen over 20 jaar gezien, zaalshow 2 denk ik. Over 20 jaar zegt u? Ariaan Theater. 20 jaar geleden? Ja, ja, ja. Is het al veel veranderd, ja zeker? Ja, het is al veel veranderd. Maar zijn smoelen blijven, hè? Ze blijven. Wat vond u ervan? Ik vind het heel goed, ja. Het is de eerste zaalshow dat ik nu zie. Ik vind het heel goed. Het is de moeite om op te blijven op een zonde. Ja, zeker en vast. Ik heb de dvd's allemaal wel al gezien van vroeger, maar de zaalshows nog niet. Wat vindt u nu eigenlijk zo speciaal aan de zaak? Jeugdsentiment, denk ik. Maar Lewiske en ik waren verleden week 40 jaar getrouwd. Dank u. En hoe heb je dat gevierd? Met 1 minuut stilte. Het was heel stil, heel stil. Ja, maar ze zeggen dat een vrouw geen karakter heeft. Ons Lewiske, die heeft elke dag een ander karakter. Klopt, wij hebben een heel boeiend seksleven nog. Verleden week hadden wij bijna elke dag nog seks. Bijna de maandag, bijna de woensdag en bijna de vrijdag. Dat scheelde niet veel. En ik had al de hele tijd zo'n keer zin om een beetje te... En in mijn eigen, ik liet dat niet merken zo. En ik zei, kom, schatje, we gaan een keer naar een pornofilm kijken. Op Anaal Plus. En dat begon om 12 uur s'nachts. En ik zat al gereed. Ik zeg, hoe, het gaat nu komen. En ik dacht in mijn eigen, dus spreek in mijn eigen, ik liet dat niet merken. En de film begon, en na tien minuten was ik al volledig opgewonden. En ik zei tegen mijn Lewiske, kom, we gaan nu naar bed. Maar zij wou niet, want zij is enorm romantisch aangelegd. Zij wil weten hoe dat de film afliep. Of dat goed kwam tussen die twee. En het liep af langs dat linkerbeen. Wat maakt Jacques Vermeijeren nu altijd zo speciaal? Wat maakt Jacques Vermeijeren speciaal? Dat is dat ik mijn publiek heb. Dat is mijn manier van optreden. Dat is, ik ben een volkskomiek. En de mensen lachen 2 keer in een uur met volkse dingen. Ik heb mijn stijl en de mensen weten wat dat ze krijgen. En ik heb mijn publiek, al van vroeger. Nu over kakken gesproken. Ik vind het een beetje gênant dat ik het moet zeggen. Maar als je zo wat ouder wordt, de ene mens moet pissen s'nachts en ik moet kakken. Je hebt mensen die verschillende keer moeten pissen s'nachts. Ik niet, maar ik moet kakken. Elke nacht moet ik kakken tussen 3:30 en 4 s'nachts. En niet even kakken, hè. Maar ik kan kakken. Hè. Tussen 3:30 en 4. Hè. Het probleem is, ik word me wakker om 8:30. Zeg. Dat is een bescheiden commissie. Zeg. Ik heb er straks horen zeggen van mensen die in de zaal zaten, dat ze het eigenlijk leuk vinden dat Jacques Vermeijeren zo plat spreekt ook soms. Ja, maar ik kan nog veel platter spreken. Mijn origine, ik kan ook goed Oost-Vlaams spreken. Mijn ouders waren van de kanten van Oost-Vlaanderen, van de Pint en Azeret. Mijn familie woonde in Deinzen, de Pint, Uisselozeren, noem maar op. Maar ik ben geboren in Antwerpen. Ik heb in Mechelen gewoond, ben naar Mechelen op school geweest. Ik ben naar Antwerpen, gewoon in Brabant. En ik heb veel familie in Brussel, dus ik doe ook wel graag. Maar dat doe ik niet meer in optreden. Ik doe niet echt de dialecten, maar af en toe... laat ik me wel eens schamen. Ik ben nog heel proper geweest. Ik heb nog niet te veel platte taal gebruikt. Heb je deftig gehouden vandaag? Ik heb me relatief deftig gehouden, ja. Het was een prachtweekend. Meer dan 2000 mensen in Nienhoven eigenlijk voor Jacques Vermeijeren is een record. Voor de Plomblom, voor Jacques zelf, dus het was een succes. Mogen we nog iets nieuws verwachten binnenkort van u? Ja, absoluut. Deze show loopt nog tot het einde van juni. Dan komt de verjaardagsshow eraan in Brugge. Met al de mensen die belangrijk geweest zijn in mijn leven. Dan gaan de 3 wijzen, of de 3 grijzen, nog eens op stap.
Volgend jaar. Dan komt er nog een nieuwe show waar we nu al mee bezig zijn na dat jaar. Dus ik heb nog heel wat te doen, ja. Jacques, ik nou dus nog niet op pensioen gaan? Dat is niet werken, hè. Ik bedoel, dat is u amuseren, dat is wel werken, zeg maar. Ja, ik zeg altijd pensioen gaan. Ik heb begrip voor mensen die vervroegd gaan. Dat is om, als je werk niet echt graag doet of een vermoeiend werk, dan neem ik aan dat je vroeg in pensioen wilt gaan, maar voor mij is dit niet echt werken. Hè. Dat is een beetje amuseren ook, maar dat is ook wel werken, maar niet echt werken. Daar hadden we dus vier keer Jacques Vermeijeren, Le Truts en Bart Herman. Altijd uitverkocht, dus dat is een succes voor Nienhoven. En volgend jaar gaan we stunten met de drie wijzen. Onder andere met Jacques, Gertie en Walter, die terugkomen op 1 april 2017. Maar het is geen aprilgrap. Onder andere de Nederlandse topzanger Gaspard Doe komt naar Nienhoven. Nicolas de Goochelaar van VTM komt naar Nienhoven. Raf Koppes en als top op de wilhoek, 10 jaar Dien. Staat ook, de Gisbergenaar staat al 10 jaar op de planken en ook hij komt naar Nienhoven. Dus het belooft nog iets heel boeiend te worden de komende jaren, samen met u. Zeker en vast. En iedereen kan het gewoon volgen www.jeroenevents.be en dan zijn ze er zeker bij. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.